Enkele weken geleden tonen we u in Bureau Rijnmond deze man. Hij wordt gezocht voor het mishandelen van een andere man in een restaurant in de Witte de Witstraat in Rotterdam. De man is nog niet gepakt. We hebben nu betere en ook bewegende beelden van hem. De mishandeling vond plaats om 3:15 in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 januari in dit restaurant aan de Witte de Witstraat in Rotterdam. Ja, drie vrienden besluiten na een avondje stappen hier nog wat te gaan eten op de Witte de Witstraat. Ze gaan naar een eethuis en zijn nogal baldadig, hebben wat gedronken. Gooien uiteindelijk ook met wat eten naar elkaar. Ja, er zitten ook nog een ander drietal in de zaak en die ergeren zich enorm aan deze drie vrienden. Ook de eigenaar ziet dat ze best vervelend zijn en vraagt hen ook nog de troep op te ruimen, wat ze dan ook vervolgens doen. De jongens doen netjes wat ze gevraagd wordt. Maar dan gaat het alsnog mis. Tot een van die drie gasten toch iets roept naar het schoonmakende groepje. Een van die schoonmakende jongeren loopt dan naar het tafeltje toe en krijgt uiteindelijk direct een klap voor zijn kop. Hij valt neer, zijn vrienden bellen 112, maar de verdachte gaat er met zijn vrienden direct vandoor. En hier ziet u de verdachte en de mishandeling. Hij haalt meteen uit en, let op, hij heeft een fles in zijn hand. Geen wonder dat het slachtoffer blijft liggen. De verdachte is een lichtgetinte man van 25 tot 30 jaar oud. Hij heeft heel kort donker haar met grijze tinten. Hij heeft een rond hoofd en een bol gezicht, een fors postuur, een grote neus en is ongeveer 1,80 meter lang. Hij sprak Nederlands. Kijkt u nog een keer naar de verdachte. Deze man slaat een 24-jarige jongen het ziekenhuis in. Heeft u tips? U kunt bellen met de politie-eenheid Rotterdam via 0800 60 70. Bellen met Meld Misdaad Anoniem kan ook, 0800 7000.